92% van de Joden in het land Israël op dit moment leeft in angst. Het is een wezenlijke bedreiging op de Joodse staat. De taal die Iran al decennia lang uitbalkt, roept om het verwoesten van de zogenaamde Zionistische entiteit. Ze noemen het niet eens Israël, maar ze noemen het de Zionistische entiteit. Israël moet van de kaart geveegd worden. Hamas is een puppet van Iran. Hamas is gefinancierd. Al die wapens, al die raketten die op Israël worden afgevuurd, komen van het geld dat uit Iran is gekomen. Hamas is Haman. En Haman was ook een pers. En Iran is ook Perzië. Het komt allemaal overeen met wat de Bijbel zegt.